Gast, iedereen heeft toch door dat het nep is? Is toch, wat is het nou voor goocheltruc? Ja, joh, jouw fans hebben toch maar 1 seconde nodig om te zien dat het hartstikke nep is. Hey Hanna, nu even niet. We zijn even bezig, oké? Waarom maak je deze video eigenlijk? Dat weet je toch? We gaan weer terug naar India. We willen weer vreugde brengen, de mensen bemoedigen en het leven met ze vieren. Maar daarvoor is geld nodig en we zoeken mensen die mee willen helpen met het werven van geld. We hebben een speciale actie. Je krijgt 10 euro van ons op jouw bankrekening gestort. En daarmee kan je op de een of andere manier 100 euro gaan maken. Moet iedereen dan gaan goochelen of zo? Wat? Er zijn heel veel manieren het geld bij elkaar kan halen. Je kan spullen kopen om pannenkoeken te bakken en die verkopen. Of je kan lekker gaan handelen op marktplaats. Of je gaat flessen verzamelen. Kan het schelen. Dus ik ga jou geld geven en ik krijg er niks voor terug? Nee, degene die het meeste ophaalt, die wint de beste prijs. Er zijn van allerlei prijzen te winnen. Een huiskamer, concert, avondje bowlen met Hanne, een bakje doen met Hanne. Of wat merchandise of cd's die je kan uitzoeken. Oftewel, een echte win-win situatie. Je hebt het kunnen horen. We zijn op zoek naar mensen die mee willen helpen. En ik wil je uitnodigen. Wil je meedoen? Wil je meedoen met deze wedstrijd en de uitdaging aangaan om van 10 euro 100 euro te maken of nog veel meer? Doe je mee?